Wij gaan op reis naar de Dolomieten. Ik ben eerst even mijn tas aan het inpakken. Dat is altijd nogal een afwand, ofwel uitdaging. We moeten over 20 minuten weg. I better get started. Hey, it's me. Ook een nieuwe tas. Dan schoenen. Voor in de hut vanavond zijn de crocs handig. Statief mee. Alright. Oh, dat is een groot ding. Nou, let's go. Otis. Hartstikke goedkoop. We gaan dus nu even koffie halen bij de Ruud. Het is een koffie drive-in. En dat is natuurlijk echt ideaal. Nou, ze hebben hier echt super lekkere croissantjes. Maar we gaan naar Italië, dus daar is het sowieso nog veel beter. Ja, hoepala. Oeh, er is al van de koegen naartoe. Ja. Dank je, Filma's. Ciao. We zijn hier nu bij de Tol. Oh. Het is ook nog een keer een stuk duurder geworden. Het is 11 euro. Here we go. Gaan we naar Italië. Whatever happens, I'll be alright. Oh, dus we moeten nog een uur over een semi-bergweg. Nou, wij hebben even een korte stop. Want we gaan even een plasje doen en eventjes een koffietje drinken. Belangrijk. De eerste stap op Italiaanse bodem, jongen. We moeten hierna ongeveer nog 3 kwartier rijden en dan zijn we weer in de bergen. Samen naar de wc. Ja, when there's only one way, you gotta do what you gotta do. Samen op reis, samen naar de wc. Links. Ja, fijn. We have a coffee to go. Hoe cute is het om hier even in te stoppen. We zijn inmiddels gearriveerd in Madonna, die camping nog wat. Dat ga ik straks goed kunnen uitspreken, maar nu nog even niet. We gaan even op zoek en we gaan te voet verder. Kom maar, baby. It looks like we are here. Net 3 keer verkeerd gereden, maar we zijn er. In dit karretje. Onze luggage hoeven we dus niet meer naar boven te dragen, maar gaat dus mee. Dit karretje. Kan ik hem ook weer zetten. Maar wij gaan lopen, dus daar gaat hij. Can I just put it in there? Behouden vaart. En nu gaan we naar boven lopen naar de hut. Het is ongeveer een half uur lopen. En daar gaan we naar een lago, dus dat is een meer. Het is heel erg bereikbaar vanaf 2 kanten. Aan de ene kant kan je met de auto. En de andere kant kan je lopen. En dat is dus wat wij gaan doen. Maar niet te ver, want dat mogen auto's natuurlijk nog niet. So, let's go. Dus je kan dus dit pad lopen. Als je dus wat minder goed te been bent, dan duurt het ongeveer 45 minuten. Dus dat betekent dat ook als je niet super goed te been bent, hier makkelijk kan komen bij het meer waar we nu heen gaan. Oh, this is amazing. Lekker oud, hè? Zit je vast, schat? Nou moet ik dus zeker hier in. Oké. Okay. Oh. Zo. Deze man heeft echt de tijd van zijn leven. I don't remember. En nu gaan we dus daarheen. En dan gaan we daar slapen. Oh, en dat is de sauna. Oh my god. Oh jongens, wij zijn net aangekomen in deze kamer. Kijk even hoe romantisch. Hier uitzicht over het meer. Met een Mohees van, het is echt prachtig. En daar mag ik dan vannacht samen met mijn love partner Otis übernachten. Ze hebben hier dus ook een bos sauna. Dus echt zo'n Finse sauna in zo'n hout rondje. Eerst eventjes een beetje aankomen. En dan gaan we lekker de sauna. Andere stap. Now let's go into the sauna. Het is vandaag zaterdag en we gaan vandaag een grote hike maken naar een culinair restaurant. Maar we worden dus wakker bij dit fantastische Dambino meer. Het ligt op 1750 nog wat meter. Het is toch wel echt prachtig wakker worden dit, hè? Ben je een gat aan het graven, jongen? Kijk even hoe helder dit water dan ook gewoon is, hè? We lopen dus vandaag naar een hut waar we een culinair hoogstandje krijgen. En dan krijgen we dus een typisch herfstdiner. En dan gaan ze met allemaal lokale producten. Allerlei paddenstoelen. En speciale bergkaas hier. Moet ondertussen even opletten waar ik hier loop. Maar het is echt bellissimo bezet. And you're looking all the dolomites from the north. We hebben even een kleine break voordat we straks weer verder gaan. Hekje weer dicht gedaan. Thank you.
De kleuren van dus dit soort bomen. Dit soort bomen veranderen binnenkort allemaal naar geel-oranje. En in Leg heb ik dat echt veel minder, want daar heb je een ander soort dennenboom. Maar dit is dus specifiek naald. En dit kleurt dus allemaal naar geel en oranje. Echt zo ongelooflijk mooi. Flan, Trentingrana is cheese. Ho il bigliettino. Chiama lei? Gianna. Ja, ga maar. Luxe paard dat ik ben, wordt meer mijn bagage ingevlogen. Konden we natuurlijk ook niet meenemen vanmorgen op de berg. Dus here it comes. Oké, jongens, het is tijd voor hike dag 2. We gaan vandaag naar een fantastische waterval hier in Trentino. Val di Sole, moet ik het even goed zeggen. Meneer is er al klaar voor. Toch eventjes laten weten dat we dus nu gaan. Nou, let's go. Hoi, we hebben een nieuwe guide op pad. Ook die zit er gezellig bij. We gaan dus nu naar de waterval. Oh, het is zo small. Amazing. En dit paard hier. We hebben even een waterbreak. Want we hebben net uit deze spring even fresh water gehaald. Dat proef je hoor. In touch with nature. We zijn dus nu vlakbij een waterval en daar gaan we dan heen. En dan gaan we lunchen aan de andere kant van de berg. En ik heb nu al honger, het is 10:30. We zijn er, dit is dus de Val di Rabi waterval. Echt prachtig. En we zijn echt best wel een stuk omhoog geklommen. Als ik even naar mijn horloge kijk, op 350 hoogte meters. Dus dat is een flinke klim. Nu gaan we verder. Nog lakes, gletsjers. Ja. Dat is 3700. Ja. De dish of the day. We hebben net even een daghap besteld. En deze daghap bevat onder andere lasagne, lokale kaas, hertenvlees en polenta. Is smakelijk. En nog maar in vorm. Grazie. Dit is dus grappa. Dit is gewoon liqueur. Gin. Is het like one time or is it like sipping? Oh, goed. Het is net als schnaps. We gaan na de lunch dus nog even naar een toeristische hangbrug. Het schijnt heel mooi te zijn, maar volgens mij ook best wel toeristisch. Dus het is nu in ieder geval goed om nog eventjes de lunch eraf te lopen, want die was vrij groot zoals je zag. En ik blaas nu de longen uit mijn lijf. Je fijne schatje. Het is vandaag maandag, de laatste dag van ons bezoek. En we zijn aangekomen bij de bikeshop. En dan gaan we nu een e-bike tour maken met Otis. Fun fact, we waren net helemaal boven bij 1400 meter. We waren fout. Nu zitten we op 900 meter. En kan de tocht gaan beginnen. Happy Monday. In het karretje. Je fietst hier dus dwars door al die dorpjes heen. Het is echt zo ongelooflijk cute. En het is dus een fietsroute van 35 kilometer. Je kan dus ervoor kiezen om een lichtere, medium en een zware tocht te maken. Nou, dat is echt amazing met deze kleine erbij. Dat gaat dus echt super goed. Ja, goed hè. Hij lacht zelfs. Echt top. Echt een super activiteit. We zijn even voor een kleine koffiestop gestopt. Dat is te cute. Italiaanse dietjes. Hier is een lekker Italiaans koffietje bij. Bordel is onder maandagochtend. Nou, wij zijn inmiddels weer terug bij de bikeshop. En dat betekent dat onze trip in Italië er officieel op zit. Dus nu gaan we boodschappen doen. Lekkere wijnen kopen. En dan lekker naar Leg. We staan in de file, hè? We staan in de file bij Brixen. Maar als het goed is zijn we over 2,5 uur thuis. Bij Calais. Zoveel zin in. Het is zo tussen seizoen hier.